Somalië heeft te maken met de grootste voedselcrisis in tijden. Miljoenen mensen lijden er honger. En de oorlog in Oekraïne maakt de situatie nog veel erger. Somalië ligt hier, in de Hoorn van Afrika. Het is een van de gevaarlijkste landen ter wereld. Er zijn allerlei gewelddadige conflicten. Miljoenen mensen zijn voor het geweld gevlucht. En dat is nog niet alles. Somalië merkt de gevolgen van klimaatverandering. Het is er extreem droog. Daardoor is er veel te weinig voedsel. Nou, en daar komt het graantekort uit Oekraïne nu bovenop. De prijzen van voedsel stijgen daardoor zo hard dat veel Somaliërs het niet meer kunnen betalen. Ruim 7 miljoen mensen hebben nauwelijks iets te eten. Het is bijna de helft van de bevolking. En vooral kinderen hebben zwaar te lijden onder de voedselcrisis. 1,5 miljoen kinderen zijn ondervoed. Correspondent Olaf Koens ging met hulporganisatie Save the Children met gepantserde auto's en gewapende beveiligers het binnenland van Somalië in. Wanneer kinderen ondervoed zijn, groeien ze niet meer. En als er dan geen eten is, volgt de dood. De cijfers zijn kil. Volgens de VN moet er snel iets gebeuren of 350.000 kinderen zullen hier in Somalië de hongersnood deze zomer niet overleven. Met zo'n simpel meetlid kun je zien of kinderen ondervoed zijn. De meeste kinderen die hier binnenkomen slaan geel of soms rood uit. Dat betekent dat het niet eens over mijn vingers heen past, mijn twee vingers hier. Wat je ziet is dat er systematische honger is hier en dat kinderen simpelweg niet genoeg groeien. Deze kliniek is een druppel op een gloeiende plaat. Er zijn maar 2 artsen en er komen steeds meer kinderen. Why is that? Due to the poverty and drought of the region. Every day they come and 10 to 30 children is. And this month come the more than 300 children. Een paar weken geleden waren we nog in Oekraïne. En hoewel dit de andere kant van de wereld is en heel ver weg voelt, heeft het toch met elkaar te maken. Er komt geen graan meer uit Oekraïne, om maar iets te noemen. En dat zorgt voor gigantische voedseltekorten hier in Somalië. En er is amper hulp beschikbaar, omdat alle hulp zich concentreert op Oekraïne. En plekken zoals hier soms al vergeten worden. Nog nooit in de afgelopen 40 jaar was de nood zo hoog. Het voelt als een verloren strijd. Deze kinderen hebben het nog niet opgegeven. Nog niet. Olaf Koens, RTL Nieuws, bij Doha, Somalië.